Hij stond vandaag werkelijk in alle kranten. Kijk hier, vrederechter Jan Nolff stapt ontgoocheld op. Het is de vrederechter van het kanton Roeselare, daar zitten wij ook. Dachten wij, ja, die moeten we vragen. Waarom is hij ontgoocheld? Wel, er zijn hervormingen op komst met het vrederechter. Een soort van familierechtbanken worden het nu. En dat ziet hij helemaal niet zitten. Hij moet niet op pensioen, hij gaat op pensioen omdat hij kwaad is. Jan Nolff. Hoe spreek ik officieel een vrederechter aan? U zegt gewoon vrederechter. Ik zeg altijd aan mijn personeel niet meneer de vrederechter, want er zal misschien een mevrouw de vrederechter komen. Ja. Op die manier gender neutral vrederechter. Vrederechter. Vrederechter, goedenavond. Ja, u staat in alle kranten. Vanavond mag het ook Jan zijn. Hoor. Mag het ook vrederechter Jan? Radiomakers fan. Ja, geweldig. Zeg, ja, u stapt ontgoocheld op. Het is aangrijpend. U bent er echt mee begaan. Dus er is een justitiehervorming opkomst voor die vredegerechten. Nu heb je in elk kanton een vredegerecht. 198. Dus, ja, dus in een provincie heb je dus een tiental. Of zo. Dat hangt wel af waar je woont. Dat gaat nu allemaal verkleind worden tot 1 of 2 per provincie. Dus mensen van hier zullen naar Kortrijk moeten. Enfin, het wordt, voor de afstand wordt groter. Voor bepaalde zaken. Mm-hmm. Mijn ontgoocheling is deze. Vrederechter zijn, dat is de mooiste job in de justitie. Mm-hmm. Iedereen is daar eigenlijk jaloers, dus dat is de realiteit. En waarom? Omdat wij een heel waaier van zaken hebben. Ik heb zaken beslist in de 90er jaren, om het in Belgische franken toen te zeggen, van centimen toen, laat staan nu, en van een half miljard, en een half miljard toen. Maar wij zijn ook vooral de rechter van wat ik de passie noem. De gevoelens. En dus bij uitstek de familie, echtparen, relaties. Ja. U bent ook een psycholoog en je doet ook aan sociaal inderdaad, werk. Ik zeg dikwijls dat ik de verkeerde schort aan heb. Ik zou witte moeten aan hebben in zekere zin, maar ik heb een zwarte aan. Maatschappijdokter. Dat is het dikwijls. En wij bemiddelen. Wij hebben dus ook een andere aanpak dan de grote rechtbanken. Dat is eyeball-to-eyeball justitie, noem ik dat. Mm-hmm. Zo dicht als u en ik. Ja. Ik zeg altijd op handdruk afstand. Ja, ja. Dus je kunt ook wel wat zeggen, anders mevrouw van, of meneer, je kunt beter dit doen en laten we dit afspreken. Voilà. Mm-hmm. En op die manier bemiddelen wij. Ik zet ook mensen altijd samen. Als ik ze binnenkrijg met een advocaat, dan vliegen de advocaten opzij en de mensen in het centrum. Het gaat over erfenisgeschillen, buren, ruzies, echtscheidingen. Maar de kern van onze taak was eigenlijk de familie. Ja. Dat is als mensen uiteengaan of moeilijkheden hebben, ze proberen te verzoenen, een beetje geduld, begrip voor elkaar op te brengen. En dan uiteindelijk, als het niet gaat, dan moeten de kinderen en zichzelf daar het slachtoffer niet van worden. Dan regelen we die kleine, tijdelijke, feitelijke scheiding vooraleer het eventueel in de grote rechtbank dan in Kortrijk een echtscheiding wordt. Wel, noodrecht. Dit gaat nu veranderen. En dat pakken ze ons dus af via de familierechtbank. De familierechtbank is eigenlijk één grote... Wordt het een nieuwe rechtbank die dus naast het vrederechtbank opgericht? Het is een reeks kamers, noemt men dat, in de bestaande rechtbank van eerste aanleg. Die dus per arrondissement georganiseerd is. En daarvan zijn er op dit ogenblik 28. Ja. En in plaats van natuurlijk dat die mensen terecht kunnen voor diezelfde problemen in 187 kantons. Mm-hmm. Dat betekent dat iemand die bont en blauw geslagen wordt als vrouw of als partner, niet naar de hier ergens in de stad, niet naar de vrederechter van Roeselare kan gaan te voet, want de sleutels worden dikwijls een keer weggeritst door de man. Maar dat ze de trein mag pakken, ik noem dat spoor 1, naar Kortrijk. En daar zal ze natuurlijk bij de vele wachtenden van het hele arrondissement. Het gaat alles ook vertragen, denk ik. Omdat je dus alles zat samenvoegen. Mensen zullen om te beginnen, het zal misschien niet zoveel vertragen, want mensen zullen het niet meer opbrengen, denk ik. Er zal gewoon veel meer geweld zijn, omdat mensen niet beantwoord op omdat tijd. Omdat ze de geschillen niet willen laten oplossen, omdat het lijkt allemaal te ver. Het is allemaal te ver. Het wordt een ver van mijn bedshow. Het wordt te moeilijk. Ten andere, die grote rechtbanken hebben een heel andere aanpak. Een jeugdrechtbank trekt gemakkelijk een zaak 6 maanden. Ja. Vrederechters noodrecht over 1 maand maximaal. Ja. Dus dat is heel, want justitie heeft een aanpak. Reputatie dat alles heel erg lang duurt. Dat is bij jullie niet het geval. Omdat wij precies een totaal andere informele aanpak hebben. Wij gooien eigenlijk de helft van het gerechtelijk wetboek in een verdomhoekje. Mm-hmm. En wij doen ons ding op een totaal andere manier. Ja. Maar u bent er heel begaan mee. Nu komt die verandering. En u zegt gewoon, ja,
Ik stop er, als het zo zit, stop ik er gewoon mee. En u bent zo, ja, u bent zo met uw vak begaan. En maar u gaat je moet er je job mee. Graag doen. Ja. En je job moet zinvol zijn. Als je job zinvol zijn, dan mag je 7 dagen op 7 werken. Mm-hmm. Ik ben toch een alcoholist. Een alcoholist? Ja, zegt u maar. Je wordt van het alles bewijs staat opgebricht. Hier wel. Het bewijs staat hier. Een workaholic. Wilt u erover praten, Jan de Vrederichter? Ik ben ooit politierechter geweest in bijberoep. Dus, en ik was daar notwaar streng in. Dat wil ik wel ontmoedigen. Notwaar dronkenlap, dacht ik dat u nu ging zeggen. Voilà, bol. Nee. Maar u bent ik denk dat het ontwenningsverschijnsel Maar u denkt echt dat u uw job niet meer naar behoren zult kunnen doen. En dan is er voor u eigenlijk is er geen lol meer aan en ziet u het niet meer zitten. Er is vandaag de dag inderdaad soms echt lol aan. Maar je kunt er een stukje ziel in steken. Mm-hmm. En er is niks dankbaarder dan mensen helpen. Uiteindelijk zien weggaan met een stuk meer begrip voor elkaar, of dat nu buren zijn. Ja. Maar vooral familieleden. En familie of partners, dat is nu toch de kern van de maatschappij. Want mensen die niet tijdig hun onderhoudsgeld krijgen omdat ze te lange procedures hebben, die kunnen hun huur niet betalen, die kunnen de factuur niet betalen, die kunnen de schoolrekeningen niet betalen, die krijgen een probleem met hun kinderen, met hun buren, met hun verhuurder. Mm-hmm. En dat komt allemaal bij ons terecht. Wij zitten op het kruispunt van al die problemen. En dat gaat dermate wijzigen dat u zegt van, wordt ik stop ermee. Wat gaat u dan doen? Ik wil zeggen, dit is toch een zeer zware stap in uw leven. U heeft daarvoor gestudeerd, u heeft heel uw leven daarin gestreken. Het is de tweede keer dat ik ergens stop. Dat ik misschien een beetje in uw aard wil zeggen, want dit gaat niet meer, ik doe iets anders. Na 10 jaar advocatuur heb ik ook een zeer drastische stap gezet. Maar u bent toch veel te jong om op pensioen te gaan? Tuurlijk. Het zou ook ondankbaar zijn. Ik kreeg een soort prepensioen. Ja. En ik vind dat ik het eigenlijk aan justitie nog altijd verplicht ben van daar mee bezig te zijn. Maar wat gaat u dan doen? Gaat u dan bijvoorbeeld prodeo-zaken doen? Of mensen gewoon zeggen, adviseur worden? Ik denk, ik ga geen nieuwe carrière als advocaat beginnen. Mm-hmm. Dat heeft geen zin. Ik denk dat ik zinvollere dingen kan doen via mijn blog bijvoorbeeld. En ik neem eigenlijk een sabbatjaar. Want ik heb toch in die 25 jaar het gemiddeld het dubbele gedaan van het aantal zaken van nationaal per vredrechter. Dus ik heb er eigenlijk een carrière van 50 jaar op zitten. Hij ook. Goed, ja. 50 jaar radio. Maar ik zou wel die afstand van Roeselaar naar Kortrijk wandelen. Ja, dat is toch al iets. Is er nu een sabbatjaar, maar heeft u ook concrete plannen? Wat gaat u doen? Ik ga om te beginnen mezelf dwingen om anders te leren schrijven. Ik schrijf nu 25 jaar vonnissen. Dat is een bepaalde stijl. Ja, ik moet daarvan af. Ik moet ontwennen. Ik moet ontwennen. Ja, een beetje van de juridische taal afkicken eigenlijk. Want anders krijgt justitie haar verhaal nooit uitgelegd aan de mensen. Ja, en blijft justitie iets onbegrijpelijk en onbegrepen. Mm-hmm. En ik denk dat er daar nood aan is. Ik denk dat justitie meer moet ingevuld worden als iets wat niet een noodzakelijk kwaad is, maar iets dat deel uitmaakt van ons aller leven. Ja. Allemaal komen maar dat kort samengevat is, we hebben vorig jaar ook Stefan de Klerk hier gehad. Het gaat gewoon niet goed met justitie. Ik wil zeggen, de gevangenscipiers blijven klagen en terecht. Er is te weinig plaats in de gevangenis. Er zitten te veel gevangenen op te weinig plaats. Nu horen we dit weer. Wat is dat toch dat het zo nooit goed gaat met justitie? Ja, het is een heel speciaal publiek, hier, rechters. Mm-hmm. Het zijn allemaal heel grote individualisten die overtuigd zijn van hun eigen manier van werken in het Hof van Beroep. Veel bastions die tegen elkaar. Baronieën noemt men dat. Toch. Daar is wel iets van aan. En ik denk inderdaad dat wij niet open genoeg werken. De website bijvoorbeeld. Mm-hmm. Een website is een ideale methode. Iedere rechtbank zou voor mij een open boek moeten hebben. Om te zeggen, wij hebben zoveel procedures aan de gang. Mm-hmm. We hebben er zoveel binnengekregen. We hebben er zoveel terug uitgekregen via een vonnis. Wij zijn goed of slecht bezig. Mm-hmm. Transparantie. En transparantie is het resultaat van communicatie. Ja, en die is er niet. Ja. En daarom stapt u op. Ik dank u zeer hartelijk voor dit gesprek. En ik wens u, jij bent tenminste nog begaan met justitie, dat zie je. Ik wens u nog veel succes toe met de plannen die u dan zult maken. Jan Nolff, dames en heren. APPLAUS